Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag op maandagnacht en het is 2:02 en ik loop op dit moment naar beneden. Want wij gaan de Mount Batur beklimmen. Ik moet nog een vlecht in mijn haar, dus een beetje pluizen. Maar we willen ons een klein beetje verslapen. Dus we gaan nu snel naar beneden en dan worden we zo opgehaald. En dan gaan we de vulkaan beklimmen. En ik weet niet of je kan filmen, want het is natuurlijk donker. Maar ik stap mijn best. Nou, we staan op de parkeerplaats bij de Mount Batur en we staan te wachten tot we zo meteen omhoog gaan. Iedereen moet nog eventjes plassen en dan gaan we zo onze barretocht beginnen. En het is helemaal helder, we hebben zelfs sterren gezien. Dus ik hoop dat het uitzicht mooi gaat zijn, maar ik heb goede hoop. En het is best wel druk, er zijn super veel mensen en heel veel auto's. Deze mensen gaan allemaal de berg op. Hotel. Het is bijna 10 uur en we zijn hier om 2 uur vannacht vertrokken. Dus we zijn 8 uur of zo totaal onderweg geweest. Maar het was echt weer super leuk om omhoog te gaan en het uitzicht te zien. En ja, ik ben blij dat we mee zijn gegaan en niet hier zijn gebleven. En nu gaan we snel naar boven, of nee, naar beneden voor ons, om te ontbijten. We are back in Canggu, in onze eigen kamer. En we gaan nu eten. Ik heb een jumpsuitje aan. En deze is echt fantastisch in de glitter en de glam van Lofies. En die heb ik op de Eihallen gekocht voordat ik hierheen ging. En dit is de eerste keer dat ik hem aantrek. En ik vind het helemaal geweldig. Dus we gaan lekker eten bij Milo bij Nook. En daar vond ik dit outfitje wel bij passen. Dus ik dacht, ik trek het gewoon aan. Ondanks dat er geen feestje is of zo. We zijn vandaag natuurlijk om 2 uur opgestaan. Dus ik ben wel een beetje moe. Het is inmiddels al 6:15. Dus ik denk gewoon dat we na het eten lekker hierheen gaan en lekker op bed gaan liggen en vroeg gaan slapen. En morgen is eindelijk de allereerste dag dat we gewoon niks hebben gepland. We hebben elke dag dingen gedaan en we zijn wel toe aan een beetje relaxen. Dus morgen gaan we denk ik gewoon lekker bij het zwembad zitten. Misschien wel ergens heen, maar in ieder geval niet echt per se iets gepland. Dus dat is heel erg fijn. En het weer is de laatste dagen ook super goed. Daar ben ik ook wel echt heel blij mee, want het is hier natuurlijk regenseizoen. Maar we hebben eigenlijk nog bijna geen regen gehad. Dus dat is super chill. En het is nu ook droog. Dus dat is fijn. En we gaan nu lekker naar het restaurant. Morning. Het is vandaag dinsdag. En wij zijn heerlijk wakker geworden in onze eigen kamer. We hebben lekker geluncht bij Barboa. Dat is een van onze favoriete ontbijttentjes. En die wilden we super graag laten proeven. Dus daar hebben we ontbeten. We hadden allemaal lekker zo'n breakfast combi en dan kon je 3 dingetjes kiezen en met sapjes erbij en het was helemaal lekker. En toen zijn we teruggekomen met de taxi en toen hebben we alle spullen uitgepakt
Want we hadden natuurlijk nog koffers staan en al en tassen van onze vakantieweek met de fam. En nu wilden we de was wegbrengen en toen kwamen we voor en toen bleek dat onze scooter weg was. Want ik had aan de scootermeneer gevraagd of hij hem kon maken. Er waren gewoon wat dingetjes die het niet deden, voorlicht en zo. Maar hij had hem blijkbaar meegenomen en dat wisten we niet. Dus we moeten straks de was even wegbrengen als de scooter terug is. Maar we hebben wel iets superleuks opgehangen wat we hadden gekregen van Danny's moeder. En dat is deze kerstboom. Kijk nou. We hebben hem aan de erker opgehangen. En dan hangen er allemaal foto's in van Dan's broer met zijn vriendin. En ons lieve, lieve nichtje. En Dan's moeder. Helemaal gezellig. En mijn hond. En je hond. Sorry. En we hebben hier ook allemaal hele leuke kerstkaarten. Deze is van Armel, deze is van Manon en we hebben van deze moeder en zijn broer. En we krijgen als het goed is ook nog twee kerstkaarten. Dus we krijgen helemaal een gezellige kerstige kamer. Beetje jammer is dat we hier dus over twee. Hier moeten we over 2 weken uit deze kamer. Dan gaan we verhuizen omhoog voor 3 weken. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Jawel. We gaan over 2 weken verplaatsen naar een andere kamer. Dan zitten we daar 3 weken. 3 weken? 2 december tot 22, dus 20 dagen. Bijna 3 weken. En dan gaan we weer naar beneden naar een andere kamer voor, ik denk 6 nachten of zo. En dan gaan we uit dit verblijf. Want dit verblijf gaat van maandelijkse huur naar dagelijkse huur. En ja, gezeik. Dat kregen we te horen dat we op vakantie waren. Dus we moeten een ander verblijf gaan zoeken voor onze laatste maand. Maar goed, we hebben in ieder geval nu een gezellige kamer met een kerstboom. En ik heb hier ook nog een tas staan vol met cadeaus. En deze heb ik allemaal van Armel gekregen. En Armel en ik hebben dus weer een adventkalender voor elkaar gemaakt. Dat hadden we vorig jaar ook gedaan. En hebben dus elke oneven dag van de maand hebben we een cadeautje. En dat zijn er dus totaal 14. Echt superveel. En mijn familie had de cadeautjes mee hierheen genomen voor mij. En ik geef dan de cadeautjes weer mee terug aan hun. Zodat die bij Armel terecht kunnen komen. En ja, ik vond het een heel leuk idee, maar het was wel echt superveel om in de koffer mee te nemen. Vooral van Nederland naar hier. Dus ja, het was een heel leuk idee. De uitvoering was ietsjes minder, maar het is hier gekomen. Dus het is helemaal goed gekomen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En wij staan al helemaal klaargemaakt om naar Vince Beach Club te gaan. Het is vandaag mama's verjaardag. En ook papa's verjaardag, maar mama is nu natuurlijk hier. En we hadden bedacht dat het wel leuk was om dan met z'n allen naar een beachclub te gaan. Dus we gaan lekker naar Vince. En we gaan eerst ergens even een taartje eten op haar verjaardag. En voor papa hebben we allemaal cadeautjes besteld die vandaag, als het goed is, bij hem thuis bezorgd worden. Zo'n ballon, een kaart en een leuke mok met een foto van ons erop. Dus ik hoop dat het vandaag aankomt. En ja, we gaan dus nu lekker eerst een taartje eten bij Monsieur Spoon, als het goed is. En dan gaan we door naar Vince. Allemaal lekkere taartjes bij Monsieur Spoon. Met Tinus. En de rest is taartjes uitkiezen. En ik heb gisteren helemaal niks gefilmd. Nou ja, dat lieg ik. Ik heb een klein stukje gefilmd. Wij zijn met de 4 dames naar de nagelsalon gegaan. En hebben we lekker onze nageltjes laten doen. Iedereen heeft zijn handen laten doen. En ik ook mijn voeten laten doen. Dus dat had ik wel gefilmd. Maar verder helemaal niks. En nu zijn we op het strand. Want we gaan surfen. Behalve deze meid van deze kreupel. Dus die gaat lekker foto's maken. Maar we gaan weer bij onze
surfschool waar we als eerste waren geweest in Kuta, My Surf School. En dan gaan we met z'n allen een lesje nemen. Alaska? Alaska. We gaan Alaska nemen. We gaan Alaska nemen. Nou, very fun. Ik ben mijn lenzen verloren in het water. Ik heb wel echt meer dan een uur gesurfd hoor. Ik denk wel anderhalf. En het ging super goed op echt hele hoge golven. Dus ik ben super blij. Maar er kwam dus een hele hoge golf. En toen moest ik onder mijn bord duiken. En ik was net te laat. Dus ik kwam vol die golf in mijn gezicht. Met mijn ogen open. En ik ben ze allebei kwijt. Dus ik zie nu helemaal niks meer. Dus ik ga even kijken of er hier in de buurt toevallig een lenswinkel zit. En als het niet is, ja, dan moet ik maar gewoon een soort van de rest als blinde geleidehond gebruiken. Totdat we thuis zijn. Maar ik dacht, we gaan in de buurt ook nog even lunchen. Dus dat is wel vrij naar als ik dat zonder lenzen moet doen. Maar goed, ik ga eventjes snel zoeken of er wat is. En anders dan wordt het half blind. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En gisteren was echt een dramatische vlogdag. Ik had natuurlijk één dag niet gevlogd. En ik wilde het gewoon gisteren weer oppakken. Maar zoals je kunt zien, was ik mijn lens kwijtgeraakt tijdens het surfen. Dat was super top. En toen ben ik daarna naar het winkelcentrum gegaan. En nergens verkochten ze losse lenzen. Alleen maar in pakken van 30. Nou, dat had ik niet nodig, want ik heb hier thuis genoeg. Dus ik ben eigenlijk de hele dag zonder lens door het leven gegaan. En dan zie ik gewoon echt vrij weinig. Ik heb min 4,25 en min 3,75. Dus ja, dat was niet echt het beste wat me kon overkomen. Maar daardoor heb ik ook gewoon eigenlijk niet meer gevlogd. Want ik was gewoon bezig met kijken voor zover het kon. En we zijn eigenlijk gewoon nog wezen lunchen. We hebben nog even in het winkelcentrum gelopen. En we hebben een koffer gekocht voor mama. En toen moesten we naar huis. En dat was echt een mega lange file. Dus we hebben er meer dan anderhalf uur over gedaan. Wat normaal een half uur is. Dus ja, het was niet de beste dag. Maar het was wel heel leuk met het surfen. En Gina heeft hele mooie foto's kunnen maken. Dus dat was wel gewoon heel leuk. En nu zie ik dat mijn camera leeg is. Nog zo'n top idee. Dus ik ga hem gelijk in de oplader gooien. Zodat ik vandaag wel een beetje kan filmen. En we gaan nu ergens ontbijten. Waar we nog nooit hebben ontbeten. Dus ik denk dat ik even met mijn telefoon wat beelden maak. Want deze moet in de oplader. Wij hebben net heerlijk gegeten bij Coco Loco. En we hadden een taco bowl en een speculoos croffel. En dat gingen we dan delen. Was super lekker. En nu zijn we weer in onze kamer. En ga ik met mama even snel naar de brillenwinkel rijden. Want wij hadden nieuwe brillen besteld. Kan hier echt super goedkoop. Heel chill. En ik had ook een nieuwe zonnebril daar gekocht. Maar die had ik al gelijk gewoon meegenomen. En die bril op sterkte moest natuurlijk gemaakt worden. Dus die ga ik nu eventjes met mams ophalen op de scoot. Inmiddels zijn we alweer een aantal uurtjes verder. Voor lunch hadden we donuts gehaald bij Dreamwave. Daar hadden wij al vaker donuts gehaald. En die zijn super lekker. Dus we dachten we doen het voor lunch. Omdat we tussen de maaltijden in eigenlijk elke keer geen trek hebben. Dus dan konden we ze niet laten proeven. En ze hadden ook minis, dat wisten we niet. We waren elke keer alleen nog maar in de avond geweest. En dan waren die denk ik al op. Dus we hadden heel veel minis en een aantal grote. En nou, het is natuurlijk lang niet opgekomen. Maar goed, we hebben ze gewoon in de koelkast gezet. En dan kunnen we ze morgen of hier uitdelen aan de werknemers. Dus dat komt helemaal goed. En nu ben ik bezig met spullen pakken. Want mijn ouders en Gina gaan morgen weer weg. Dus ik wil dit eigenlijk allemaal aan ze meegeven om hier weer een beetje minder spullen te hebben. Want het zit er ook steeds dichterbij te komen dat wij uit deze kamer moeten. Dat we de hele tijd moeten hoppen van kamer. En ja, hoe minder spullen, hoe beter. En de cadeautjes van Armel. Want de adventkalender van Armel moet naar huis natuurlijk meegenomen worden. Dus ik heb een aantal dingen hier gekocht. En die moeten mee naar Nederland. Dus die ben ik nu ook aan het pakken. En dan gaan we zo heerlijk eten bij La Baracca. Laatste avondje van mijn gezin. En dat gaan we afsluiten bij de Italiaan. Dus daar heb ik heel veel zin in. Oh ja, en zoals je kan zien heb ik opeens vlechtjes in mijn haar. Gina die dacht dat ze wel vlechtjes bij mij kon maken. Dus met heel veel gevloek, want ze vindt mijn haar verschrikkelijk, heeft ze vlechtjes bij me gemaakt. En ik ben er heel erg blij mee. Want het is gewoon weer super makkelijk voor mij. Het is tijd voor La Baracca. Ik heb helemaal zin erin. Vandaag zondag en het is de laatste dag van mijn fam. Dus wij gaan lekker beginnen met een ontbijtje bij Barboa. Want dat vonden ze een van de lekkerste tentjes. Dus als laatste afsluitontbijtje gaan we naar Barboa.
erin staan. Helemaal heerlijk. We gaan net naar de markt. En nu zitten we lekker op een bedje. Daar gaat ze. Daar gaat ze. Ze gaat. Doei. Fitcheck. Hele mooie oudje heb jij. Ja, dit is mooi, hè? Echt mooi. Bye. Doei. Doeg. Nou, de fam is uitgezwaaid en wel. En Dennis staat nu onder de douche. En wij gaan zo met Dennis' moeder lekker eten bij Dian. Want daar zijn we al een tijdje niet geweest. En we zijn daar een soort van vaste klant. En we hebben gewoon zin in lekker lokaal eten. Dus dat gaan we doen. En als het goed is, zijn zij onderweg. Ik krijg nu een appje van Gina. Ik denk dat ze op het vliegveld zijn. Ze vliegen over 3 uurtjes ongeveer. En dan vliegen ze eerst naar Singapore. En dan vanuit Singapore door naar Amsterdam. En ja, best wel gek dat ze nu ook weer weg zijn. Maar aan de andere kant, de tijd gaat zo snel. Dat is echt niet normaal. Dus het is ook niet zo gek dat deze 2 weken ook zijn omgevlogen. En over 2,5 maand vliegen wij ook alweer naar huis. Dus dat is best een gek idee. Maar goed, ik ga me nu eventjes klaarmaken en dan gaan we zo eten. En ik heb vandaag iets fantastisch op de markt gekocht. Namelijk een soort thermoskan. En dan kan je hier bovenin verse thee doen. En dan hier heet water. En dan kan je hem zo omkeren om die thee zeg maar in het water te laten infusen. En dan heb je lekker een meeneembeker waar thee in zit. En dan heb ik ook nog verse thee gekocht. Dus ik kan het gelijk gebruiken. En ik heb nog luchtjes gekocht. Deze, ja, ze zitten hierin. Je kan het hier een klein beetje doorheen zien. Ik heb er 1 gekocht en deze 2 zijn voor Dan's moeder. Dus we zijn helemaal geslaagd op de markt vandaag. Het is inmiddels alweer maandagochtend en ik heb de vlog weer niet afgesloten. Supergoed. Dus dat ga ik bij deze doen. Het was een beetje een mix van nog een mini vakantiedeeltje. Van de vulkaan natuurlijk en in Canggu een deel. En ja, we hebben ook gewoon wat dagen hier chill rustig aangedaan. Want dat was ook echt wel nodig naar die week. Dus ik hoop dat het weer een leuke vlog was. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren en vergeet geen duimpje omhoog te geven op deze video. Dat zou ik super leuk vinden. En dan zie ik je weer bij de volgende.